De Afobakadam is vanaf 1 januari van Suriname. De documenten voor de overdracht zijn op 31 december ondertekend door de staat en Staatsolie. De formaliteiten met Alcoa zijn op het ministerie van Financiën in orde gemaakt. Vice-president Ashwin Adin ziet de overname van de Afobakadam als een historisch moment. Gisteren is er een persconferentie gehouden op het kabinet van de president, waarin zowel de vicepresident als de ministers van Financiën en Natuurlijke Hulpbronnen en de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, ingingen op deze nieuwe ontwikkeling. Vicepresident Adin benadrukt dat deze overname economische voordelen heeft voor Suriname. In die zin mogen we de regering Boutersen 1 en 2 zeker meegeven dat van sociale zekerheid naar soevereine planning die nu op alle ministeries plaatsvindt, naar voedselzekerheid, wat wij ook zien, op gang zien komen nu, rechtszekerheid waar we de checks en balances in plaats willen brengen. En telecommunicatie met het broadbandnetwerk dat we onlangs gezien hebben, nu ook één historische stap maken richting energiezekerheid, waar wij onze eigen energie in handen hebben. Dat is in de soevereine gedachte geen enkele elementen waar wij bijzonder trots op mogen zijn en verworvenheden van regering Boutersen 1 en 2 mogen aanmerken. Gelijk na goedkeuring van het parlement heeft minister Gilmore Hoefdraad, naar zijn zeggen, ervoor kunnen zorgen dat de achterstallige rekeningen die Suriname bij de multinational Alcoa had, betaald zijn geworden. Wij zijn op de markt gegaan met de firma Oppenheimer, die is een paar keer in het nieuws geweest. Of schoon er in feite 4 pretenders waren waarmee we bezig waren. Er waren 3 andere banken die ook hadden aangeboden. Op een gegeven moment was de deal met Oppenheimer het beste. En op 20 december hebben wij het financieel traject kunnen afsluiten. Met het financieel traject kunnen afsluiten, dat wil zeggen dat wij de fondsen binnen hadden. We hebben een coupon van 125 miljoen voor een discountprijs gedaan voor de loop van 4 jaar. Belangrijk voor ons is dat deze bond ons de ruimte geeft om anytime vervroegd af te kunnen lossen. En daar gaan wij dus ook gretig gebruik van maken. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën gisteren tijdens de persconferentie over de overdracht van de Afobakadam die nu van Suriname en Staatsolie is. Suriname heeft een bedrag van $111 miljoen betaald aan achterstallige rekeningen bij Alcoa.